naar een uitbreiding van Europa. Verkennen de contacten tussen Jean-Luc Dehaene en Helmut Kohl. Een koninklijke Peter voor de ZMOP-actie. Alexandra Kolen protesteert. In het kader van het nieuwe MAP moet alle overtollige mest bij de politie worden ingezameld. Een middel tegen het ijzertekort bij de Belgen. Een oplossing voor de overbevolking. Terug naar de moederschoot. Een goede avond. Het nieuwe treinrooster is dan toch door de top van de NMBS goedgekeurd. Dit gebeurde met een vertraging van 20 minuten. De firma Savon Liquide heeft een nieuw product gelanceerd. Badschuim de Dender. 1 dopje en uw bad is om zeep. Een Belgisch mannequin heeft gedemonstreerd hoe je in een hoofddeksel kunt geraken dat 3 maten te klein is. We hebben nu een rechtstreekse straalverbinding met onze reporter op Hertoginnedal. Dit is Karel Leclerc, rechtstreeks voor de poort van Hertoginnedal. Voor een stand van zaken schakelen wij nu rechtstreeks over naar onze verslaggever ter plaatse. Dit is Karel Leclerc, rechtstreeks voor de poort van Hertoginnedal. Met de nieuwe huisstijl is het voor de VRT-medewerkers verboden om tijdens het werk nog te slapen. Men vraagt daarom het ontslag van Sigrid Spruit, Jan Holderbeke, Alex Puissant en Jan Beekhuis. Hoewel deze laatste de slaap soms moeilijk kan vatten. Dit staat in schril contrast met de wakkere blik van hun tegenhangers. Wegens de bezuinigingen op de VRT zal het journaal voor gehoorgestoorden voortaan samenvallen met dat voor de blinden. Zie hier het kenwijsje. We hebben vanavond ook een gast in de studio. Professor Peters, u hebt een boek geschreven over de crisis in de textielindustrie. Het is crisis voor iedereen, hè? Bedankt voor uw komst naar de studio. En nog veel succes met uw boek. We schakelen nu rechtstreeks over naar het parlement. We proberen nog eens bij het parlement voor een sfeerbeeld over het begrotingsdebat. In het lak van Lopem is de kruising opgedoken tussen Louis Tobak en Freddy Willocks. Sport. Op de wereldkampioenschappen voor Melaatsen in Santa Cruz werd het hoogspringen gewonnen door Damiano Damiani, een man uit 1 stuk. Op de 110 meter horden eindigde hij respectievelijk 4e en 7e. Straks in ter zake de gouden bruiloft van Guy en Ilian. De comeback van Laurel en Hardy. Een toeristisch verslag hoe de Belgen de Nederlandse fietsroutes verkennen. Carnaval in Aalst. Philippe de Winter trekt naar het gemaskerd bal. En een reportage van Paul Muis hoe vliegtuigen zich voortplanten. Nog een goede avond.